Afsluiter van de baan dicht te draaien. Is it that complicated? Sometimes a little lie can make my day. Ik heb gehoord dat u en gelezen dat u erg blij bent met de abonnementen. Hoe loopt dat? Het loopt fantastisch. We zijn meer dan blij. Heel blij dat het loopt zoals het loopt. Het leeft, geeft aan dat de ijsbaan in Baren en omstreken, en verre omstreken zelfs, enorm leeft en aantrekkingskracht heeft. Betekent dat dat u dat geld van de abonnementen hard nodig heeft om de ijsbaan in goede conditie te houden? Zeker hebben we dat nodig. En zeker omdat de jaarlijkse lasten die we daar hebben voor een groot deel uitbetaald kunnen worden. Kunt u mij vertellen wat er nieuw aangeschaft is voor het onderhoud van de Barense ijsbaan? Zeker kan ik dat. Er is een machine aangeschaft die meerdere functies heeft. Zoals het blazen van de sneeuw, het schuiven van de sneeuw, het borstelen van de sneeuw. Alles kan gemonteerd worden op één en dezelfde machine. En we hebben zelfs de mogelijkheid dat we het gras kunnen maaien, wat we dit jaar voor het eerst in eigen beheer genomen hebben. Nu zie ik dat de kantine, of hoe je het ook mag noemen, het clubhuis, in een slechte staat is. Betekent dat dat u volgend jaar daar ook aan gaat beginnen? Hij is in een slechte staat, dat is zeker. Volgend jaar, dat hangt een beetje af van wat de mogelijkheden zijn, zeker financieel gezien. Het is wel het streven om dat binnen een aantal jaren veranderingen aan te brengen. Naast het bestuur heeft u de beschikking over ontzettend veel vrijwilligers. Bent u daar tevreden mee? Tevreden is zacht uitgedrukt. We zijn er enorm, enorm blij mee dat er zoveel mensen hun vrije tijd willen steken in een handje helpen, korter of langer, in allerlei werkzaamheden. Meneer Koops, we staan momenteel op een soort eiland midden op de ijsbaan. Kunt u ons vertellen wat dit is? Jazeker, dit is een eiland wat noodzakelijk is gemaakt voor de waterleidingmaatschappij Vitesse. Die zitten hier drie afsluiters bij onder en die moeten zomer en winter bereikbaar zijn. Ook als er een ijslaag ligt. Dat was de reden waarom Vitesse aan ons gevraagd heeft of ze hier een eiland mochten maken. Dat hebben we toegestaan in samenwerking met de gemeente Baren. De lichtinstallatie, de omroepinstallatie, dat is allemaal getest, hoop ik? Jazeker, wij hebben daar specifiek aandacht aan besteed. Alle lampen en alle speakers zijn getest tijdens een van onze klussendagen. Kunt u ons vertellen waar het water vandaan komt? Dat komt uit de Beltgat. Het Beltgat is een grote plas water wat naast onze ijsbaan zich bevindt. En het is al jarenlang een buffer met verschrikkelijk mooi, schoon, zuiver water. Het zal de Barenaars een beetje vreemd in de oren klinken, maar het is wel zo. En waarom zakt het water op dit weiland niet weg? Nou, de ondergrond is speciaal geprepareerd met klei en grond. Speciale grond die dus het water vasthoudt. Daarbij ligt er een grasmat overheen. En een grasmat houdt ook het water wat vaster. De dijken zijn speciaal geprepareerd met worteldoek en ook mollendoek. Het mollendoek is bedoeld om te zorgen dat de mollen en muizen en aanverwante artikelen, dus alle fauna wat je dan, en wild wat je hier hebt, niet door de dijken heen kan, maar die worden tegengehouden door het zogeheten worteldoek. Dan wens ik u veel ijsplezier. Dank u wel. In de Barense Courant lees ik regelmatig oproepen voor vrijwilligers. Kunt u ons vertellen wat de situatie met de vrijwilligers is? Jawel, we zijn in de gelukkige omstandigheden dat we ongeveer 25 tot 30, soms 35 mensen hebben die ons willen helpen. Dat gaat bij de een kan meer dan de ander en qua tijd. Dus we blijven steeds op zoek naar mensen die dat willen doen om te helpen baansupost, vegen, in de zomerperiode andere werkzaamheden te doen, snoeien, grasmaaien. Al dat soort dingen moeten gedaan worden om een ijsbaan in goede conditie te houden. En we zijn zo vreselijk blij dat we zoveel van die mensen hebben kunnen vinden die dat voor ons willen doen. Betekent dat u in de winter ook vrijwilligers nodig heeft? Jawel, die hebben we ook nodig in de winterperiode en met name met ijs.
Gebeurt het wel eens dat we moeten schuiven om de baan sneeuwvrij te krijgen of iets dergelijks. Daar hebben we dus zeker mensen bij nodig.